Welkom u allemaal bij de open dag van het Zeeuws Archief. Ieder jaar hebben we een open dag, want dan kunnen we de mensen in de depots laten zien wat daar ligt. We hebben ook een thema en dit jaar is het verbindingen over het water. Zeeland is echt een provincie van water, dus we hebben heel veel archiefmateriaal over water en over de verbindingen over het water. Dat laten we zien in de depots. En daaromheen hebben we nog lezingen in het auditorium en allerlei andere dingen. Ook die lezingen zijn digitaal voor u te volgen. Straks hebben we de lezing van de Vrienden van het Zeeuws Archief. Dat is ook een vast onderdeel van de Open Dag. En we zijn erg blij dat we die nu ook dit jaar digitaal kunnen doen. Zodat iedereen nu, maar ook later, nog een keer kan terugkijken. Martin Bossenbroek zal ons meenemen in zijn archiefonderzoek dat hij gedaan heeft voor zijn onderwerp, de wraak van Diponegorno. Nu komt zo Peter Baks. Hij is voorzitter van de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief. En hij zal u meenemen in wat de vrienden allemaal betekenen voor het Zeeuws Archief. Laten zien wat de aanwinsten zijn, wat zij doen met de donaties. En jaarlijks valt de vriendenlezing ook onder de verantwoordelijkheid van de vrienden van het Zeeuws Archief. Goedemiddag, ik ben Peter Baks, voorzitter van de Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief. Fijn dat u naar deze digitale versie van de vriendenlezing 2021 met Martin Bossenbroek als spreker kijkt. Graag had ik u in een volle koorkerk ontmoet, zoals dat ook in 2019 het geval was. Helaas is het wederom corona dat, evenals vorig jaar, roet in het eten gooit. De aangescherpte maatregelen van het kabinet en de quarantaineplicht van Martin Bossenbroek, met wie het overigens weer prima gaat, hebben ons doen besluiten digitaal te gaan. Naast onze vrienden, businesspartners en overige belangstellenden, heet ik met name ook de vrienden van het Vissingsarchief en het Zeeuws Maritiem Museum, hartelijk welkom. De besturen van onze beide organisaties hebben elkaar het afgelopen jaar een aantal keren ontmoet om te bezien waar we elkaar kunnen gaan versterken. We hopen hier het komend jaar invulling aan te kunnen geven. Het Zeeuws Archief bewaart en beheert belangrijke bronnen over de Zeeuwse geschiedenis en maakt ze voor iedereen toegankelijk. De Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief steunt het werk van het archief in de volle breedte. Voor aankopen heeft het Zeeuws Archief geen regulier budget. Doet zich de mogelijkheid voor om een belangrijk document aan te kopen, dan kunnen de vrienden van het Zeeuws Archief dat mogelijk maken. Daarnaast helpt de stichting het Zeeuws Archief met een bijdrage voor bijvoorbeeld een expositie, een publicatie of restauratie van archiefstukken. Om ons werk te doen hebben we uiteraard financiële middelen nodig. Bent u nog geen vriend of businesspartner, meld u dan nu aan. Vriend bent u al voor €25 per jaar en voor businesspartners hebben we een aantal aantrekkelijke sponsorpakketten samengesteld. Vriend of businesspartner worden kan via de site van het Zeeuws Archief of stuur een mail naar vrienden@zeeuwsarchief.nl. Een van de hoogtepunten die wij als stichting organiseren is toch wel de jaarlijkse vriendenlezing. Een bekende schrijver of schrijfster vertelt dan over de rol van archieven en archiefonderzoek in zijn of haar werk. U gaat nu kijken naar de lezing van Martin Bossenbroek. Martin Bossenbroek is historicus met diverse publicaties op zijn naam. In 2013 won hij de Liberis Geschiedenisprijs voor zijn boek Boerenoorlog, dat ook op de ACO Literatuur shortlist stond en meer dan 20 herdrukken heeft beleefd. In 2016 publiceerde hij Fouten in de Koude Oorlog, Nederland in tweestrijd, 1945-1989. En in 2020 verscheen het boek De Wraak van Diponegoro, dat gaat over het begin en het einde van Nederlands-Indië. Over dit boek en het archiefonderzoek hiervoor gaat de lezing van vandaag. Ik wens u veel plezier met de lezing van Martin Bossenbroek, De Wraak van Diponegoro, het archief als gewetensfunctie. Dank u voor de introductie. Dames en heren, goedemiddag. Ik vind het spijtig dat ik niet in levende lijve voor u kan staan, maar ik vind het erg leuk om op deze manier toch mijn presentatie te kunnen houden. En het verhaal dat ik u voor u vandaag wil gaan houden is getiteld De Wraak van Diponegoro, de titel van mijn laatste boek, met een aangepaste ondertitel, namelijk Het archief als gewetensfunctie. Op deze speciale vriendendag leek me dat toepasselijk. Ik wil het verhaal graag beginnen met een aloude zegswijze. Volgens velen is het bedacht door Churchill, maar de zegswijze is waarschijnlijk al veel ouder. En die luidt dat de geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars, geschreven en verbeeld door de overwinnaars. Nou,
Om dat te illustreren ziet u daarachter een afbeelding die sommigen van u wellicht bekend voorkomt, maar misschien niet allemaal. Ik zal hem uitleggen. De overwinnaars die staan hier, dat zijn, is duidelijk. En dat zijn Nederlanders. Kijk naar het rood-wit-blauw in top. En wat hier is afgebeeld is de laatste, de beslissende gebeurtenis in de Java-oorlog, die van 1825 tot 1830 werd uitgevochten. Een hele bloedige oorlog die uiteindelijk eindigde in een Nederlandse overwinning en een nederlaag voor hier de verzetsleider Prins Dipendogoro. De verhoudingen zijn duidelijk. Hier de overwinnaar, de opperbevelhebber van het Nederlandse koloniale leger, luitenant-generaal Hendrik de Kok, die wijst naar de koets hier waarin Dipendogoro moet plaatsnemen, want dan wordt hij, daarin zal hij worden afgevoerd. De opperbevelhebber is in controle. Hij is de overwinnaar. En dat is ook de manier waarop, u zag het, dit is dezelfde afbeelding, waarop dat is terechtgekomen in het Nederlandse Nationale Museum, het Rijksmuseum. Ik heb hier het opschrift dat de schilder Nicolaas Pieneman daarop heeft vermeld, heb ik even uitgeschreven. De onderwerping van den hoofdmuiteling Dipendogoro aan den luitenant-generaal de Kok. Einde van den oorlog op Java, 1825 tot 1830. Hele feitelijke informatie, waarvan je zou kunnen zeggen van ja, hoofdmuiteling, daar zit natuurlijk wel een disqualificatie in. Het was een muiter, een opstandeling, die zich tegen het rechtmatige gezag van de Nederlanders verzette. Het hangt in het Rijksmuseum, het is ongeveer een meter bij drie kwart meter groot, dus niet idioot groot, maar het heeft daar toch een mooie, prominente plaats. Ook de hoofdpersoon zelf, Hendrik de Kok, die werd, ja, toen hij eenmaal in 1830 thuis kwam, in Nederland terugkwam uit Indië, uit Java, waar hij heel lang had verbleven, kreeg hij van de koning, van de opdrachtgever, van ook de man die ja, de kolonie als zijn privédomein kon beschouwen, koning Willem I, kreeg hij heel wat eerbewijzen. Hij werd legercommandant in Zeeland. Nou, u weet als geen ander wat een eerbewijs dat was, zeker in die tijd toen net de Belgische opstand was uitgebroken. Bovendien werd hij in de adelstand verheven, was voortaan Hendrik Merkers baron de Kok. Hij werd minister van Binnenlandse Zaken. Hij was natuurlijk al voorzien van de nodige militaire versierselen, maar hij werd ook kanselier in de beide belangrijke orders, de militaire Willemsorde en de orde van de Nederlandse Leeuw. Minister van Staat, lid Eerste Kamer, voorzitter van de ridderschap in Noord-Brabant. Kortom, overladen met eerbewijzen, dus koninklijke waardering. Er was echter één maar. Hij werd, en dat had hij eigenlijk wel verwacht en gehoopt en verwacht, hij werd niet gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Een functie die hem eigenlijk al verschillende keren in het vooruitzicht was gesteld. En de vraag is natuurlijk dan, overwinnaar in zo'n belangrijke oorlog, die ervoor zorgde dat het Nederlandse gezag gevestigd werd op Java en later, maar dat was dan toen nog niet bekend in de rest van Indonesië, waarom niet bekroond met een gouverneur-generaalschap, een landvoogdij? Wel, daar zijn een paar redenen voor aanwijsbaar. Hij had in zijn functie van opperbevelhebber toch de nodige reputatieschade opgelopen. In de eerste plaats was er twijfel over zijn militaire strategie en politieke koers. De oorlog had 5 jaar geduurd. En dat was volgens de stuurlui aan wal, en zeker de stuurlui in Nederland, was dat wel rijkelijk lang. En om dat te illustreren heb ik dit citaat van Johannes van den Bos vermeld. Johannes van den Bos, u kent hem, de man die vanaf 1830 het cultuurstelsel, hij wel als gouverneur-generaal zou gaan invoeren en die een kordaat en doortastend man. En van hem is de uitspraak, men is dus de Kok, is voortgegaan met onderhandelen, strijdig met koningsbevelen, in plaats van met 27 à 30.000 man een handvol oproerlingen te verpletten. Oftewel, het had allemaal veel sneller gekund. Waarom had hij de Kok niet wat doortastender opgetreden? Dat was één.
bezwaar in geval van reputatieschade. Maar er was nog een andere die eigenlijk de andere kant op ging. Want in plaats van dat de kritiek was dat hij niet doortastend genoeg had opgetreden, was er ook kritiek op de manier waarop hij Diponokoro gevangen genomen had. Dus zoals wij net zagen op dat schilderij van Pieneman. En die kritiek die kwam niet van de eerste de beste. U ziet daar links staan een afbeelding, een schilderij van prins Hendrik. Dat is een kleinzoon van koning Willem I, die de zeevaarder werd genoemd omdat hij tal van reizen heeft ondernomen. En hij is bovendien de enige Oranje geweest ooit die de Indonesische archipel heeft bezocht tijdens het Nederlandse koloniale bestuur, dat wil zeggen. En hij deed dat in 1837 als 16-jarige jongen. En op die reis sprak hij toen ook met Diponegoro, die dus, wat ik net zei, ook verbannen was naar Celebes, naar Sulawesi. En na dat gesprek was hij heel erg gecharmeerd geraakt door Diponegoro en terug schreef hij dat die gevangenneming toch eigenlijk wel een schandvlek was. Diponegoro was volgens hem weliswaar een muiteling, daar was iedereen nog wel over eens. Maar hij kwam, ik citeer, vertrouwende op de Hollandse trouw om te onderhandelen. En toen is hij gevat op order der generaal de Kok. Een zaak die ons het grootste kwaad heeft gedaan in het moreel. Wel, dat is natuurlijk wel fictiekritiek en zeker van zo'n hoogstaand iemand als de kleinzoon van de koning. Het duurde lang voordat daar de wetenschap zich echt is overboog. Maar toen de wetenschappers dat deden, waren de uitspraken ook wel heel duidelijk. Namelijk in 19... Sorry, ik ga iets te hard. Dan gaat die... We moeten even terug. Zo, weer deze. U ziet hier 6 delen staan. Dat zijn de 6 delen van de klassieke uitgave van Lau en de Klerk over de Java-oorlog. In de jaren 1894 tot 1909 uitgegeven. Dat is echt een standaardwerk. Dat heel bijzonder voor die tijd is gebaseerd op Nederlandse bronnen, maar ook Javaanse bronnen. En onder die Javaanse bronnen ook de autobiografische Babat Dipanagara. Dus zeg maar het verhaal, de rijmkroniek die Dipanagara achteraf in ballingschap heeft geschreven over zijn leven, dus ook over de Java-oorlog. Het eindoordeel van de auteurs over de Kok was heel helder. En ik citeer. Wij die de generaal hebben gadegeslagen in zijn handelingen als bevelhebber van een strijdend leger, als leider tevens van de bestuurszaken in een door opstand geteisterd gewest, wij weten dat hij zich in beide functies uitnemend van zijn plicht heeft gekweten. Oftewel, lovende woorden, hè, na alle archiefonderzoek kwamen zij tot de conclusie, de Kok heeft dat goed gedaan, zowel bestuurlijk als militair, en ook, en dan komen we bij het vervolg, want hoe spraken ze zich uit over de verliezer? Wel, negatief. Diponegoro, schreven Lau en de Klerk, die had min of meer de gevangenneming zelf uitgelokt. Hij was voldoende gewaarschuwd vooraf en had de gemaakte afspraken wel bewust geschonden. Ik citeer, veel in den opstand was gebeurd buiten zijn wil, veel ook zijns ondanks. En zelfs het einde daar in het residentiehuis, waar hij gevangen genomen werd, had hij Diponegoro geprovoceerd. Niet door zijn wil, maar door zijn weerloosheid. Door het vrij spel geven aan zijn trots, zijn overmoed, zijn aanmatiging en aan zijn fatalisme. Duidelijke woorden. Het was, die gevangenneming was rechtmatig, volgens de auteurs Lau en de Klerk. En Diponegoro had het over zichzelf afgeroepen. Er was wel een ander punt van kritiek van de auteurs op de Kok. En dat betrof de manier waarop hij de strijd had laten voeren. De Kok was uiteraard als opperbevelhebber eindverantwoordelijk voor het overdadig in hun ogen verbranden van Dessa's in vijandelijke streken. Hij had weliswaar instructies gegeven, verschillende keren, omdat dat niet mocht, maar hij kreeg rapportages terug dat het toch gebeurde. Hij wist het en hij heeft niet ingegrepen. Als verklaring geven de beide auteurs dat de Kok daarbij te ver is afgegaan op de Javaanse hoofden van rang
die nu aan hem vertelde dat dat nu eenmaal hoorde bij een oorlog op Java en dat hij niet serieus zou worden genomen als hij dat niet deed. Goed, er is dus een kritische kanttekening, maar over het eindoordeel als geheel is duidelijk. Komt er positief vanaf. En ik moet eventjes zo. Ja, en ik zou hier eventjes, hadden we afgesproken, omdat we hier een gedeelte hebben afgerond over de beeldvorming over de winnaar en de verliezer rond 1900. Even de gelegenheid geven als er wellicht vragen of opmerkingen zijn om daar een aandacht aan te besteden. En ik kijk even naar de chat, maar als ik niks zie verschijnen, dan ga ik gewoon door. Dus even kijken. Ik zie het niet verschijnen. Dus ik zie je. Oké, dan ga ik gewoon door. En als er nog vragen komen, dan hoor of beetgeveld, dan zie ik dat graag. En dan kan ik er altijd nog in een later stadium op terugkomen. Dus dat is de eerste fase, de eerste keer dat de archieven hebben gesproken. U heeft al mij horen zeggen dat er al tussendoor van niet de minste van Johannes van den Bos en van Hendrik de Zeevaarder al toch de enige kritiek was op de overwinnaar, op Hendrik de Kok. En er was in de tussentijd toch ook wel ook de nodige sympathie ontstaan voor de verliezer, voor de Diepe Nokoro. En dat wordt heel nadrukkelijk al hier geïllustreerd door dit schilderij. U ziet, het is, ja, u kunt niet zeggen herkent de afbeelding, maar het is dezelfde scène, hè, de gevangenneming van Diepe Nokoro door de kok en de Nederlandse officieren. U ziet de koets, u ziet de treurende volgelingen. En u ziet dat er een aantal verschillen zijn. Om te beginnen is de situering anders. Het is niet aan de linkerkant, maar aan de rechterkant van het gebouw gesitueerd. En u ziet hier ook de twee vulkanen die daar liggen, de Merapi en de Merbabu. Dus dat is een verschil. En het verschil is natuurlijk ook, u ziet geen Nederlandse vlag. En u ziet vooral een verandering in de positionering van de hoofdrolspelers. Diepe Nokoro is veel zelfbewuster, vrijwel op gelijke hoogte met de kok. En wat het meest opvalt, wat je denkt van wat is daar nou aan de hand? Als u kijkt vooral naar de hoofden van deze Nederlandse hoofdrolspelers, dus van de kok en van zijn adjudant en schoonzoon, Victor de Steurs, dan ziet u iets raars. Het lijkt wel of de verhouding een beetje zoek is. En nou hebben kunsthistorici uitgedacht, en ik denk dat ze daar gelijk in hebben, dat dat wel bewust gebeurd is. En dat dat betekent dat dat volgens in de Javaanse overlevering betekende dat deze twee personen eigenlijk geen mensen waren, maar monsters. Monsters van de overkant. Raksasa. En dat dit op een subtiele verwijzing is, een manier is om partij te trekken, bewondering te uiten voor Diepe Nokoro die erin gelokt is, die erin geluisterd is, zou ik bijna zeggen. Dus dat is een andere versie van dezelfde gebeurtenis, die wel heel interessant is. En u ziet ook dat dat ook in een schilderijvorm is gegoten. Excuses voor de matige kwaliteit, want ik kon geen scherpere vinden van het in de lijst. Dit origineel hangt in het Merdeka-paleis in Jakarta. Maar u ziet, ja, we hebben dus twee schilderijen die dezelfde gebeurtenis op een totaal andere manier verbeelden. Raden Saleh, want ik heb de naam nog niet genoemd, dat is Raden Saleh, dat is de beroemde Javaanse schilder, ik zal nog even teruggaan, die in 1857 dit schilderij heeft vervaardigd. Ik kom op hem terug, want hij is ook de schilder van van Bosbrand, dus dat op de omslag van de wraak van Diepe Nokoro prijkt. Maar Raden Saleh was niet de enige die het opnam voor Diepe Nokoro en die afgaf op de overwinnaar, op Hendrik de Kok. Want een van de Nederlandse literaire grootheden, Edu Perron, die vermeldde de kok en Diepe Nokoro zowel in het beroemde Het Land van Herkomst uit 1935 als in zijn biografie van de Man van de Bak, dus Multatuli, van 2 jaar later. En daarin, ik citeer, noemde hij, had hij het over het geschonden erewoord van opperchef Baron de Kok. Daar spreekt weinig waardering uit.
net zo goed als uit de roemruchte gevangennemer van Dipo de Goro. Dus er waren toen ook al in een vroeg stadium Nederlanders die het opnamen voor de verliezer. Maar ook hier, net zoals de kok lang moest wachten op de wetenschap, moest ook Dipo de Goro lang wachten, nog veel langer wachten op de wetenschap die zich uitsprak over op grond van de archieven. En dat kwam pas in, u ziet dat hier staan, in 2007. Want toen verscheen het monumentale The Power of Prophecy, Prince Dipinagara and the End of an Old Order in Java, van Peter Carey, een Engelse historicus, die daar een vuistdik boek, een monumentale uitgave van heeft. U ziet het hier staan, 970 pagina's, gebaseerd, overigens net als ook 100 jaar eerder Lau en de Klerk, op Javaanse bronnen, waaronder ook weer de Baba Dipinagara, Nederlandse bronnen en ook nog in dit geval Engelse bronnen. Dus ook weer zeer gedegen gefundeerd. En hij komt tot de conclusie dat Dipo de Goro, eigenlijk die schetst hij als een nationale Indonesische held, als een Javaanse mysticus, als een diepgelovige moslim, als de leider van een heilige oorlog tegen de Nederlanders. En een hele vooraanstaande figuur in het pantheon van de moderne Indonesische geschiedenis. Dus een voorloper van de Republiek Indonesië, als het ware. En waar je dus de verliezer zo ophemelt, dat kan haast niet anders. En dat gebeurt dan ook dat je de overwinnaar dan naar beneden haalt. En dat deed Peter Carey heel nadrukkelijk ook. Een paar jaar later, in 2014, verscheen Destiny. Dat is een publieksuitgave, een verkorte publieksuitgave. Van veel minder dan van ongeveer een derde van het aantal pagina's van het oorspronkelijke werk, waarin hij dezelfde mening te berde bracht over Dipo de Goro, maar en over de kok opschreef dat het eigenlijk sprake was wat hij deed. De gevangenneming was eigenlijk een verraderlijke handeling. Het was een plotselinge gevangenneming, een plotselinge arrestatie tijdens een beleefdheidsbezoek. Verraad dus. Opmerkelijk is trouwens dat Peter Carey over Dipo de Goro wel ook schreef dat Dipo de Goro, het was weliswaar verraad, maar hij had het wel min of meer aan voelen komen. Dat hij het toch zich van bewust was en dat hij dat ook zich realiseerde dat het daarmee dat het zou demonstreren dat het hij had moeten wijken voor overmacht. En dat het zijn eer zou redden en dat het hem een plaats in de geschiedenis zou gaan leren. Wel, dat is dus een uitspraak van Peter Carey. En het is nu zijn we toe aan het deel waarin ik ga kijken en wil laten zien. Is dat inderdaad zo? Heeft die plaats in de geschiedenis uiteindelijk toch zoveel jaar na dato toch gekregen? Dat betekent dat ik nu een aantal van de huidige opvattingen aan u wil laten zien en horen. En we beginnen in Indonesië. U kijkt hier naar het centrale plein, het Merdekaplein in Jakarta, met het Monument Nationaal hier, die enorme zuil. En u ziet al meteen hier het grote, meer dan levensgrote standbeeld van Dipo de Goro. Dat is al een indicatie. En hieronder ziet u een diorama dat zich bevindt hier in de buik van het monument. Daar onderin, daar is een hele rondgang waarin de Indonesische geschiedenis wordt verteld en verbeeld in 51 diorama's. En een van die diorama's is dit, de Dipo de Goro War. En u ziet dat hieronder, en u ziet hier in die ronde cirkel, dat is natuurlijk is dat helemaal in het wit, witte kledij, witte paard, dat is Dipo de Goro. En wat interessant is het bijschrift, waarin er duidelijk wordt gemaakt dat het hier ging, de Java, die op Java niet de Java-oorlog wordt genoemd, maar de Dipo de Goro War, dat die de meest prominente was in een serie van volksopstanden tegen de Nederlanders. En dat Dipo de Goro daarin tot 1828 de overhand had.
En ook wordt vermeld dat er in die oorlog 15.000 Nederlandse soldaten sneuvelden. Opmerkelijk genoeg wordt er niet gesproken over het aantal Javaanse slachtoffers. En dat het ook de Nederlanders heel wat geld heeft gekost. Nou, dan heb ik hier één regel, heb ik die rood gemaakt, gekleurd, omdat ik wil laten zien wat de boodschap is. Namelijk, onder het mom van Diplodocor te onderhandelen, namen de Nederlanders de prins verraderlijk gevangen op 28 maart 1830. Oftewel, verraad, dat is de duidelijke boodschap. Die in het Nationale Monument, Indonesische Nationale Monument, wordt uitgedragen. En als we dan verder kijken dan Jakarta, en dan zien we dat die status van Diponegoro of in heel Indonesië erin is van een held, van een nationale held. Precies zoals Peter Carey had aangegeven in zijn boek. Hij heeft een heldenstatus gekregen. Ook en zeker in Yogyakarta, dat zo'n geboorteplaats is. En nu dat heb ik hier nog eventjes van de zijde aangegeven. U ziet hier Indonesische archipel, toen nog Nederlands Oost-Indië. Hier Java en hier op midden de vorstenlanden met hier Yogyakarta. In het sultanaat Yogyakarta, waar Diponegoro werd geboren. Nou, als we daar dan de handeling naar verplaatsen, dan kijken we naar het huidige Yogyakarta. Waar ik een paar jaar geleden ben geweest om, wat ik zei, om het uit te zoeken, het een en ander. En dan zien we hier twee plaatsen die nog onveranderd zijn. U ziet hier rechts de Kraton, het Sultanspaleis. En hier, dat ziet u hier op deze kaart, dit is het Sultanspaleis. En daar vlakbij, 500 meter daar vandaan, is Vredeburg. En dat kunt u zich voorstellen, dat was oorspronkelijk een Nederlandse vesting, maar dat is nu een museum. Museum Benteng Vredeburg. En op beide plekken komt Diponegoro volop terug. En als een van de nationale helden. Overigens ook opvallend vaak samen met Sukarno. Dit terzijde, dat zou iets voor andere mensen zijn. Dus een heldenstatus in Yogyakarta. En zeker als we kijken naar het speciale museum dat aan hem gewijd is, het Diponegoro Museum in Tegalrejo, dat toen nog een aparte plaats was, maar nu een buitenwijk is in Yogyakarta. Het was het landgoed van Diponegoro. Dit schilderij treft u daaraan, dus een Diponegoro in volle actie op het slagveld. Maar hier ziet u dat het vooral verstild is. Maar als je dan naar binnen gaat, dan zie je onder andere dit schilderij. En dit is een heel interessant schilderij. Het is hopelijk technisch nog goed genoeg om te kunnen bekijken. We hebben net gekeken naar het einde van de Java-oorlog, de gevangenneming van Diponegoro. Maar dit schilderij, dit verbeeldt het begin van de Java-oorlog. Het is namelijk de poging van de Nederlanders, die u hier ziet, om Diponegoro te arresteren in 1825, om precies te zijn, 20 juli 1825, op zijn landgoed. Ze hebben het helemaal omsingeld, behalve hier deze achtermuur, waar u een gat ziet. En door dat gat is Diponegoro ontsnapt en sindsdien hebben ze hem nooit meer te pakken gekregen, tot die welbewuste 28 maart 1830. Dus dit is het begin. En dat wordt dus heel getoond en dat wordt in ere gehouden, want kijkt u maar eens naar hoe het er nu uitziet. Dat gat is er nog steeds. Dit gat in de muur is uitgegroeid tot een soort van heilige, een herinneringsplek ter herdenking de magische bijna ontsnapping van Diponegoro aan de Nederlanders en zijn 5 jaar lange verzet tegen het Nederlandse koloniale bestuur. Dat was Indonesië. Wat de huidige opvatting betreft, nou, dat is dus heel duidelijk. Daar is Diponegoro echt een nationale held en is hij verraden door de kok. Daar is geen enkele twijfel over mogelijk. Kijken we nu naar de huidige opvatting in Nederland, dan zijn we weer terug bij het schilderij dat, zoals ik zei, hangt in van Pieneman. Dat hangt in het Rijksmuseum. En dat
eigenlijk dat dus waarvan ik het opschrift heb voorgelezen. Maar er is nu natuurlijk ook een modern onderschrift bij. En dat onderschrift is interessant, want dat luidt echt iets anders dan wat Piedeman heeft vermeld. En dat citeer ik even voluit. Prins Diponegoro was de belangrijkste Javaanse leider in de Java-oorlog. Hoewel de Nederlanders hem vrijgeleiden hadden beloofd, werd hij tijdens vredesonderhandelingen gearresteerd. Piedeman belichtte dit moment vanuit Nederlandse optiek. Hij liet niet het verraad zien, maar Diponegoro die zich aan het Nederlands gezag aanhalingstekens onderwerpt en afscheid neemt van zijn verslagen volgelingen. Op het bordes staan de zelfverzekerde Nederlandse bevelhebbers. De Nederlandse driekleur wappert in top. Oftewel, ook in het Nationale Nederlandse Historisch Museum, het Rijksmuseum, wordt uitgedragen dat die gevangenneming van Diponegoro door Hendrik de Kok eigenlijk verraad was. En die mening die wordt ook nog eens, die is ook een aantal jaren geleden verkondigd in een televisiedocumentaire van de NOS in 2015, gewijd aan 200 jaar Koninkrijk, en deze aflevering aan 200 jaar Koninkrijk in Indonesië, waarbij er in Indonesië en ook een interview werd gehad met Peter Carey, u ziet hem hier in beeld, komt daar straks op, en waarbij de voice-over van Elko Bos van Rosenthal luidt: de Java-oorlog is een bloedbad, misschien wel de bloedigste oorlog die we ooit hebben gevoerd. Aan Javaanse kant vallen er 200.000 doden. Nederland dreigt ten onder te gaan, maar generaal de Kok belaarstigt de boel als hij Diponegoro onverwacht laat oppakken. En aansluitend wordt Peter Carey geïnterviewd door Waldemar Toornstra. En die zegt daarin heel luid en duidelijk: you carried out an act of treachery. In feite plegen jullie verraad. Dus ook daar verraad. Maar het klap op de vuurpijl is in diezelfde documentaire, als daar aan het woord komt en in beeld komt, H.M. Baron de Kok. Dat wil zeggen de achterkleinzoon van de oorspronkelijke de Kok, van de Kok, die zich nu dik heet, maar wel degelijk officieel Hendrik Merkens Baron de Kok heet. En die vertelt, en die aan Elke Bos van Roosentaal vertelt, dat hij daar in maagdenlang is geweest, in die residentiewoning, in de kamer waarin dus de gevangenneming heeft plaatsgehad. En dan vraagt Elke Bos van Roosentaal, vraagt vervolgens aan hem: en hoe voelde dat? En dan krijgt hij dit antwoord: ja, dat was een rare gewaarwording. Dat was wel zoiets of je als nazaat van Zeis Inquart in het Anne Frankhuis stond. Denkt u daar maar eens even over na. Als u daar iets over wil vragen, dan kan dat, of opmerken, dan is daar nu ook even gelegenheid voor. Anders ga ik gewoon door. Ik zie niks verschijnen. Oké, dan ga ik gewoon door met het vervolg. Want dit is de stand van zaken. We zijn begonnen in 1830 met een duidelijke winnaar, namelijk de Kok. En een duidelijke verliezer, Diponegoro. We hebben stilgestaan bij de eerste keer dat de archieven spraken in 1909. Het standaardwerk van Lau en de Klerk, waarbij de Kok uitkwam uiteindelijk als een plichtsgetrouw een man. Waar we wel eens op aan te merken, maar uiteindelijk overal plichtsgetrouw, met daarover een onverantwoordelijke Diponegoro die het aan zichzelf had te wijten. En dan weer een eeuw verder, na het standaardwerk van, mag je wel zeggen inmiddels, van Peter Carey, over Diponegoro en zijn strijd, zien we dat de rollen zijn omgedraaid. Niet alleen of dat komt door Peter Carey's boek alleen of door andere oorzaken, maar in ieder geval zien we zowel in Indonesië als in Nederland, opmerkelijk genoeg, het dominante beeld dat het een verraderlijke gevangenneming was van de Kok. En dat Diponegoro eigenlijk een vrijheidsstrijder was, een wegbereider van de moderne Republiek Indonesië.
Kortom, in die, wat zijn dat, een kleine twee eeuwen, 180 jaar, zijn de rollen in de geschiedschrijving helemaal omgedraaid. Nou, die rolwisseling was het uitgangspunt, het vertrekpunt, toen ik begon aan mijn boek De Wraak van Diponegoro, een aantal jaren geleden. En dat ik dacht van ja, dat is toch heel bijzonder. En dat werd herkend in de recensie in NRC Handelsblad. U ziet hier de voorpagina van de boekenbijlage Indië door de ogen van winnaars en verliezers. En dat is een hele rake typering, want dat is precies wat ik gedaan heb. Namelijk in twee delen heb ik het. In het eerste deel staan het dus de kok en Diponegoro tegenover elkaar. De twee grote tegenspelers in het begin van het ontstaan van Nederlands-Indië. En in het tweede deel, getiteld Buffel, zijn het Van Mook, de laatste Nederlandse landvoogd, en natuurlijk Sukarno, de eerste president, die tegenover elkaar staan, waarbij in de eerste keer de Nederlander wint, en in en de tweede keer natuurlijk is het de Indonesiër, is het de Buffel, is het Sukarno die wint. Ja, dus een rolwisseling die interessant is om te zien van hoe is dat zo. Want het zijn alle vier zijn het hoofdrolspelers in dat tweegevechten tussen Nederland en Indonesië in twee etappes. De vraag is dan dus wat is er in 2021 te zeggen over die rol, want ik wil niet het hele boek gaan, dat voert te ver, maar ik wil het beperken in deze lezing, die is toegespitst op het gebruik van archieven, wil ik het juist richten op die tegenstelling tussen de kok en Diponegoro, en ben ik nou op hetzelfde uitgekomen als deze tegenstelling. Wel, terug naar de archieven dus. Want daar gaat het om vanmiddag. Hendrik Merkens de Kok en Diponegoro, die verschillende namen heeft gehad. Eerst als jongeling heette hij Ontor Wirjo. Later noemde hij zich Sultan Gabdul Gamit. Dus daar komen we nog straks over te spreken. En daar ben ik naar op zoek gegaan of daar meer over te vinden was in de archieven. Wat betreft Diponegoro was dat in die zin niet nodig. Er is geen nieuw archiefmateriaal meer te verwachten. Er is al behoorlijk veel. En dat is alles al voor een groot deel te vinden in de door Lau en de Klerk en Carey en andere verwerkte bronnen. In het bijzonder in die Baba, Diponegoro, die ik al heb genoemd, die hij in ballingschap heeft geschreven, dus achteraf. Dus in die zin is het niet heet van de naald, maar wel met reflectie. En andere Babatsen. Babatsen, dat zijn traditionele Javaanse rijmkronieken, die niet echt in die zin geschiedeniswerken zijn zoals wij ze kennen, maar die weer een mengvorm zijn van autobiografieën, mythologieën en visionaire elementen. Oftewel, ik heb het archiefmateriaal dat bestond, heb ik herbestudeerd en herinterpreteerd, want het bestaat ook in Engelse en Nederlandse vertaling en ook hier in Nederland aanwezig. Ik heb wel, en daar refereerde ik al aan, ik heb wel een werkbezoek gebracht aan een aantal Indonesische plaatsen van handeling in Jakarta, Yogyakarta en Magelang. Wat betreft de kok, is er ook veel te vinden in de door Lau en de Klerk en Carey en andere verwerkte bronnen, maar niet alles. Het overgrote deel van die bronnen bestaat uit officiële, semi-officiële rapportages en correspondenties. En dat, waar je eigenlijk toch nog graag wat over zou beschikken, is een familiearchief. Dat is er wel geweest, dat is helaas verloren gegaan. En er bestaat dan ook geen serieuze biografie, een autobiografie over de kok. En er is over zijn persoonlijke leven, was er dan ook in de literatuur maar heel weinig bekend. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb wel geprobeerd om te speuren naar onbekend archiefmateriaal. En dat is gelukkig wel heeft geresulteerd in toch een aantal vondsten die mij verder hebben geholpen. Uiteraard ben ik begonnen als het gaat om een Nederlandse overheidsdienaar, zeker als die
in Nederlands-Indië werkzaam is geweest, carrière heeft gemaakt in het Nationaal Archief gespeurd en het Centraal Bureau voor Genealogie, waar het nodige te vinden is. Maar vooral dus inderdaad, zoals ik al zei, semi-officieel. En hetzelfde geldt voor de Universiteitsbibliotheek van Leiden en het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde in Leiden, waar zowel over de kok als diep in de koren het nodige aan archiefstukken te vinden is, maar grotendeels ook weer inderdaad, wat betreft de kok, semi-officieel. De verrassing was dat ik al speurende achterkwam dat ik in het oosten des lands moest zijn, wilde ik meer te weten komen. Het huis Nijenhuis in Diepenheim, ik weet niet of u dat kent, maar daar bevindt zich de collectie Schimmelpenninck. En ik zal straks uitleggen waarom Schimmelpenninck zo'n belangrijke figuur was voor de kok. Want daar vond ik hele interessante brieven van de kok, met name uit zijn jongere periode, die mij een scherpe beeld gaven van zijn persoonlijkheid en van zijn, ja, van de manier waarop hij het zo ver geschopt heeft als hij geschopt had. En grappig genoeg is er nog een tweede Nijenhuis, Kasteel het Nijenhuis, daar vlak in de buurt, maar in Heino-Weijen. En daar bevindt zich het Hannema de Steurs archief. En dat leverde mij bijzonder interessante en inzichtelijke correspondentie op met de al net genoemde François de Steurs, zijn adjudant en schoonzoon, want hij was getrouwd met zijn favoriete dochter Adriana de Kok. En de brieven die zij gewisseld hebben, gedrieën, die geven echt, die brachten wat mij betreft echt ook de kok tot leven als een mens van vlees en bloed. Nou, ik zal daar niet over in detail over uittreden, maar ik kan u wel vertellen wat dat uiteindelijk heeft opgeleverd als karakterisering van de kok op basis van die bestaande en nieuwe archiefbronnen. Hendrik de Kok was een weeskind van de revolutie. Als tienjarige is hij met zijn ouders gevlucht naar Frankrijk, waar zijn moeder overleed en zijn vader ook, maar die overleed op een helemaal gewelddadige wijze, want die eindigde onder de guillotine. Hij zelf bracht het er goed vanaf. Hij werd de protégé van hooggestegen patriotten in de Franse tijd. En met name onder Rutger Jan Schimmelpenninck, die ik net genoemd heb, de president van Nederland in die tijd. En aan hem dankte hij zijn glanzende koloniale carrière van 1806 tot 1824. Hij is niet zonder onderbrekingen geweest. Hij heeft ook nog een aantal jaren in Engelse krijgsgevangenschap doorgebracht, omdat de Engelsen in 1811 Java hebben veroverd. En ja, de kok moest toen mee naar Engeland en heeft daar een aantal jaren in krijgsgevangenschap gezeten, zonder bewaking, maar op woord van eer. Dat was de manier waarop dat ging. En later terugkomen en ja, dus hoog in de rangen gestegen. En daar zich zeer militair, bestuurlijk en diplomatiek zeer onderscheiden. Nou, zijn persoonlijkheid die ik heb kunnen kon reconstrueren uit, natuurlijk uit de al bestaande archiefmateriaal, maar ook uit het nieuwe en met name die persoonlijke bronnen die ik heb kunnen vinden. Dat is een man die buitengewoon plichtsgetrouw was. Een redelijk man, een harmonieus man, familieman, wel vasthoudend als hij zich ergens al even in had vastgebeten. En een sociaal bewogen man, maar wel een pragmaticus. Down to earth zou je tegenwoordig zeggen. Dus dat is het beeld dat van de kok opreist uit de archieven. Van Diep in de Coro is een heel ander beeld naar voren gekomen. Dat was al duidelijk uit. Diep in de Coro was de oudste zoon van de sultan van Yogyakarta, Amenko Buwono III, maar niet bij zijn hoofdvrouw, bij een bijvrouw. En dat telde heel zwaar, zoals al bleek uit zijn wederwaardigheden. Hij had van jongs af aan echt een enorme hang naar mystiek en meditatie. Dan trok hij zich terug in grotten voor wekenlang. En dan, dan zag hij de hele Javaanse mythologie voor zich, vermengd met het geloofbelevenis vanuit de islam. En daarbij, dat verbond hij ook met een groot gevoel van betrokkenheid met de gewone Javaan. Dus in die zin was het echt een mysticus met een groot sociaal hart.
En hij verzette zich enorm tegen het hofleven, dus tegen zijn eigen afkomst. Omdat hij vond dat dat hofleven was gecorrumpeerd door de omgang met de Hollanders en dus ook met de Engelsen, die daar dus ook 5 jaar, van 1811 tot 1816, de scepter hebben gezwaaid. En dat leverde, enorme oneenigheid en vetes op, bittere vetes. En bij elke opvolgingskwestie weer werd hij gepasseerd, zeer tot zijn frustratie. Zijn persoonlijkheid was een hele andere dan die van de Kok. Hij was een ascetische, romantische conservatief, diep gelovig. En die graag het oude Java wilde doen herleven. Zeer sociaal bewogen, ik zei het al. Maar iemand die moeite had met beslissingen nemen. Een twijfelaar en heel fatalistisch, soms ook op cruciale momenten. Nou, dat zijn de twee tegenspelers, heel kort samengevat. Dus de Kok en Diepenecor, die elkaar die botsen in de Java-oorlog van 1825 tot 1830. En daarin is na zijn ontsnapping bundelt Diepenecor alle dynastieke, religieuze en sociaal-economische onvrede die er op Java leeft. En hij komt in opstand niet alleen tegen het Nederlandse koloniale bewind, maar ook tegen de sultan van Yogyakarta, dus wat hij zelf had willen worden, maar die is een halfbroer is geworden. Hier ziet u Yogyakarta, op midden Java. En tegen de Suzuhunan, de keizer van Surakarta, de twee belangrijkste Javaanse vorsten van midden Java. Hij probeerde in eerste instantie om beide sultansteden te veroveren. Dus gewoon ouderwets, gewoon stormen en proberen in te nemen. Maar die beide aanvallen die werden afgeslagen met de nodige moeite. En daarna maakte hij van zijn verzet een guerrilla, een wijdverspreide guerrilla over heel midden Java. Een strijdwijze waar de Nederlanders maar jarenlang geen vat op kregen. Maar tot 1828... geleidelijk aan, ik zal straks erop ingaan hoe dat kwam, dat de Kok toen wel lukte. En vanaf 1828 gaat het bergafwaarts met de steun voor hem. Dus ook uiteindelijk in maart 1830, als we dus het moment naderen van de gevangenneming, dan is hij verlaten, in de steek gelaten, zowel door zijn familie als door zijn getrouwen en ook door een groot deel van de bevolking. En dan neemt hij contact op met de Nederlanders. Nou, dat is het moment dat we straks weer oppikken. En dan wil ik nog eventjes wel eerst ingaan op het strijdplan van de Kok. Want de Kok zag de Java-oorlog, dus de opstand van Diepenecor, niet, en dat is een heel belangrijk ding om in gedachten te houden, als een volksopstand. Hij zag het als een burgeroorlog. Dus een twee groeperingen waarbij Diepenecor de fanatici aanvoerde samen met andere religieuze leiders tegen de gematigde, tegen de redelijke die in beide hofsteden, zowel in Surakarta als in Yogyakarta, nog aan de macht bleven. Het is goed om te weten dat die gewoon bleven functioneren tijdens de hele oorlog als sultanshoven. Daarbij was de Kok heel verzoeningsgezind voor voormalige tegenstanders. Niet alleen wilde hij de oorlog winnen, hij wilde ook de vrede winnen. En daar ging hij soms heel ver, dat ze echt ook voormalige tegenstanders werden voorzien van geschenken en van een eigen keurkorps, als ze maar overliepen naar Nederland. En in het algemeen was zijn militaire strategie gericht op het uitputten van de tegenstander. Twee sporen. Er waren mobiele kolonnes om verzetstrijders op te jagen. Dat was één in dit gebied, het Midden-Java, het hele gebied. Tegelijkertijd werd gecombineerd met het aanleggen van een netwerk van bentanks, van versterkte vestingen, als uitvalbasis voor die mobiele kolonnes. Maar tegelijkertijd als safe havens, als veilige vluchtplaatsen voor de bevolking. Want dat had te maken met zijn idee, ik moet ook de vrede winnen. Het gaat niet tegen de bevolking. Het zijn twee groeperingen die tegenover elkaar staan. Gevolg van die aanpak was dat zijn vorderingen maar langzaam verliepen. Het was een kwestie van geduld. Daardoor duurde het oorlogsgeweld ook lang.
Daardoor deden zich ook epidemieën voor en hongersnood. En mede daardoor is duidelijk dat er zijn de schattingen dat er aan de Javaanse kant zo'n 200.000 slachtoffers zijn gevallen in die oorlog. En aan de Nederlandse kant inderdaad, zoals ook in het diorama in het Nationaal Monument in Jakarta staat vermeld, 15.000 militairen aan de Nederlandse kant, waarvan de helft inheemse militairen. En het begrotingstekort was inderdaad opgelopen tot 40 miljoen gulden. Dat waren hele harde, vroege 19e eeuwse gulden. Maar in maart 1830, ik zei het al, dat is het moment dat een totaal op zichzelf teruggeworpen Diepende Koro contact opneemt over een overgang. En dat is het moment dat we aankomen bij de ontknoping in Makelang. En hier is Makelang, u zag hier, dit is Yogyakarta en hier is Surakarta en hier ligt Makelang. Dus dat is, daar samen vormen ze een soort van driehoek. En u ziet hier de residentiewoning, die u wellicht herkent van de twee schilderijen, maar er is wel een verschil. Kijkt u maar eens. Dit is de residentiewoning, waar zich op 28 maart 1830 de ontmoeting tussen de kok en Diepende Koro afspeelt. En u ziet dat de kamer waar zich dat afspeelt aan deze kant is, dus aan de rechterkant. Dus op grond hiervan, van de situatie nu en hoe die toegewezen is, kunnen we zeggen dat het schilderij van Pieneman in ieder geval aan de verkeerde kant van het gebouw zit. En volgens sommigen dus ook aan de verkeerde kant van de geschiedenis, maar dat is nog nu nog te prematuur. En dat hier Raad en Saleh het goed had, want die situeert het hier. En u ziet het precies hier. En u ziet ook op de achtergrond de twee vulkanen. Die ziet u hier niet, maar die heb ik wel gezien, want die zijn er wel. Maar u ziet hier de bewolking, die zijn niet te zien, maar die zijn er nog steeds. Dus dit is de echte situering. En de vraag is dan natuurlijk, heeft Raad en Saleh het ook bij het juiste eind als het gaat om de interpretatie in de versie? Nou, daarvoor wil ik u meenemen in de twee versies. Eerst die van Diepende Koro. De Diepende Koro die schrijft in zijn Babat het volgende. Hij had afspraken gemaakt over een ontmoeting met de kok. Hij zou een vrijgeleide krijgen. En waren ze het niet eens, dan mocht hij weer terugkeren. Ongedeerd. Hij kreeg daarvoor, maar toen die afspraken gemaakt worden, kreeg hij geld en kleding voor 400 prajurit. Lijfwachten, soldaten, want hij had helemaal geen totaal verstoken van ondersteuning. En hij kreeg behalve dat, hij kreeg ook een gouden pajong, dus een waaier en ook scharen om zijn mannen weer kaal te knippen, zoals dat geloof vereiste. Dus die afspraken die behelst, die waren een tegemoetkoming. En bovendien, wat hij merkte toen die 400 man, toen hij vertrok richting Makelang, toen groeide zijn aanhang. Die aanhang die verdubbelde tot meer dan 800 prajurit. Voor hem was dat een idee van, hey, mijn populariteit is misschien toch nog niet helemaal verdwenen. Ik ga te hard. En tegelijkertijd merkte hij ook dat de Nederlanders ook dat dubbele aantal soldaten weer voorzag van geld en kleding en voedsel. En werden onderhouden al die tijd dat hij op weg ging naar Makelang en zich daar in de buurt vestigde. Of althans, vestigde dat daar zijn bivak innam. Ook de Nederlandse officieren die hij tegenkwamen, die behandelden met respect. En dat interpreteerde hij ook als een bevestiging van gelijkwaardigheid. Het waren onderhandelingen tussen gelijkwaardige partners. Dat was zijn interpretatie. Vooral ook omdat hij geen geheim maakte van zijn gerechtvaardigde verlangen. Hij had eigenlijk in die fase en eigenlijk al heel vroeg in de oorlog maar één verlangen. Hij wilde erkend worden als Sultan Gabdul Kamit, hoofd van de islam op Java. Oftewel, religieus en politiek leider van Java. Tijdens de voorafgaande ontmoeting met de kok, want voordat ze elkaar op 28e zagen, waren ze elkaar ook een paar keer al tegengekomen, was het contact goed. Was ontspannen tussen beide mannen.
En het was ja, zelfs een soort hartelijkheid, een vriendelijkheid. Met als persoonlijke nood dat beide kort daarvoor hun vrouw hadden verloren. En ja, dat leek wel begrip tussen beide mannen en wederzijds. Dus hij had het gevoel van de kok is te vertrouwen. En na een maand vasten, want in de tussentijd waar hij de gelegenheid voor had gekregen van de kok om te wachten, daarna, na het afloop daarvan, vertrok hij op 28 maart in goed vertrouwen naar de kok voor een beleefdheidsbezoek. Zoals hij dat had voorgenomen en niet van plan om zich uit te spreken. Maar daar eenmaal aangekomen in die bewuste kamer, in de residentiewoning, dwong de kok hem toch om zich uit te spreken. En toen hij er niet onderuit kwam, zei hij inderdaad van ja, als je echt wil weten wat ik wil, het enige dat ik wil is dat ik word erkend als Sultan Gabdul Kamid, hoofd van de islam op jaren. Dan is dat het trefwoord om te switchen naar de versie van de kok. De kok keek hier, tegen de hele aanloop en tegen de gebeurtenis zelf, heel anders aan. De kok redeneerde, diep in de korrel, was door alles en iedereen verlaten. Door zijn getrouw, door zijn familie, door de bevolking. Hij had een vrijgeleide gekregen op voorwaarde dat zijn aanhang niet zou groeien. Wat dus wel gebeurde. Diep in de korrel werd met alle respect en medische zorg, hij werd zelfs nog behandeld tegen zijn malaria door Nederlandse artsen met quinine, behandeld. En dus ja, hij was met alle goede zorg omringd. Bovendien had de kok hemzelf en al persoonlijk en al via vertrouwenspersonen gewaarschuwd dat hij zich wel moest realiseren hoe de verhoudingen lagen. Hij was naar de kok, hij had zelf contact opgenomen, hij was door iedereen verlaten, hij kwam praten en dat praten dat zou gaan over de voorwaarden van overgave, niet als onderhandelingen tussen gelijkwaardigen. Bovendien had de kok bij de eerste ontmoeting hem niet aangesproken met de gewenste titel Sultan Gabdul Kamid, maar als Pangeran Diep in de Goro, en dat was symbolisch. Dus in plein publiek, dus iedereen hoorde dat. Van, daarmee gaf hij aan van die eis van jou is niet rechtmatig, die kun je wel vergeten. En de kok vond dat na 5 jaar uitputtende en bloedige oorlog het tijd was om vrede te sluiten. Dat hij een vertragingstactiek van Diep in de Goro niet langer kon aanvaarden vanwege het enorme aantal slachtoffers en de hoge kosten van de oorlog. Ten slotte, die sultanstitel die de kok alsnog opeiste, was onmogelijk volgens de kok. Want 1827, 3 jaar eerder, was die al afgewezen bij eerdere onderhandelingen. En bovendien, er was al een sultan van Jokja, er was al een Susuhuno van Solo. En die waren, ik citeer, volgens oosterlijk gebruik zelf het hoofd van het geloof in hun landen. Hoe kon hij die nou laten vallen, omdat Diep in de korrel hun plaats wilden innemen. Nou, dat is inderdaad dat zijn de twee botsende versies die tot een ontknoping komen in deze kamer in een residentiewoning in Makelang op 28 maart 1830. En nu zou ik u graag zeggen van, en dan schakelen we nu over naar die ruimte om te laten zien hoe het verlopen is. Dat kan ik helaas niet, maar ik kan u wel een kijkje bieden in die ruimte, van zoals ik hem heb aangetroffen een paar jaar geleden. Dan zult u zien dat het een klein museum is, van een museumkamer van 25 vierkante meter. En u ziet daar de tafels waaraan de kok en Diep in de korrel hebben plaatsgenomen. En het filmpje duurt ongeveer 3 minuten en het geeft u een idee van de ambiance van de ensenering. Ik zal daar verder niet doorheen praten. Mungkin kita sesama pasukan mungkin alat alat pesannya itu
Ja, dat is een mooi harmonieus einde van het filmpje. Een populaire locatie voor trouwfoto's. Maar ja, het contrast is natuurlijk levensgroot met het onderwerp van vandaag. En de haat en nijd tussen de twee. En het al dan niet verraderlijke gevangennemen van Diepenkoren door de kok. En dat, dit is niet de bedoeling zo, sorry. En dat betekent dat we nu weer hier terug zijn met de vraag. Was dit een geval van hoogmoed van Diepenkoren? Zoals Lau en de Klerk hebben opgeschreven. Of verraad van de kok, zoals Carey heeft aangegeven. En vervolgens nu vrij algemeen wordt geschreven en gedacht. Zowel in Indonesië als Nederland. En dat betekent ook dat we bijna bij het eind zijn van mijn verhaal. Want ja, dit is nogmaals het uitgangspunt van mijn vraag. En ik weet niet of het... ik heb inmiddels wel een vraag binnengekregen over de kok en over zijn eigen reactie op zijn critici. Of hij ze nog zelf van repliek heeft gediend. Nou, het antwoord daarop is dat hij dat wel heeft gedaan, maar niet publiekelijk. Dus hij heeft in correspondentie wel degelijk is hij daarop ingegaan. Hij heeft zich zeer verantwoord, maar hij heeft nooit de publiciteit daarin gezocht. Ja. En ik weet niet of iemand zou willen durven, want ik kan me voorstellen dat het heel onnatuurlijk is om nu zo tegen zo'n scherm aan te reageren van, nou, wat u zou zeggen, nu u dit verhaal heeft gehoord, wie stond in zijn gelijk, de kok of Diepenkoren, of allebei, of geen van beiden. En zo niet, dan ga ik zelf door, want... u zult begrijpen dat ik daar uiteraard ook gehouden ben om met mijn eigen antwoord te komen. En dat ik zie niks komen. Ik kijk nog eventjes naar de chat. Nee, ik begrijp dat er soms enige vertraging in is. Dan ga ik door. En dan, uiteraard het flauwe antwoord is natuurlijk dat u vooral het boek moet kopen, De Wraak van Diepenkoren, omdat daar het antwoord in te vinden is.
En dat, maar ik zal u uiteraard ook het op een nette manier afronden en u tegelijkertijd verduidelijken waarom ik deze omslag heb gekozen. U ziet hier bosbrand, ook weer van Raad en Saleh. En ik vind dat perfect symbool staan voor ja, het dubbele tweegevecht tussen Nederland en Indonesië met de vier hoofdpersonen. De associatie is, is met het tijger-buffelgevecht dat populair was aan de Javaanse hoven tot diep in de 19e eeuw, waarbij een tijger tegen een buffel vocht en waarbij de tijger stond voor Nederland, symbolisch, en de buffel voor Java. En het zal u misschien verbazen, maar meestal won de buffel. En dat is in het echt uiteindelijk natuurlijk ook gebeurd. En ja, in mijn associatief, in het verbeelden daarvan, zag ik voor me dat hier de tijger, de kok en de buffel diep in de koren al de afgrond instorten, vluchtend voor de bosbrand. En dat hier Van Mook, de tijger, hetzelfde lot zal delen, maar dat hier de buffel, Sukarno, erin zal slagen om zich staande te houden en ook de bosbrand te ontvluchten. Geholpen door hier de Amerikaanse zeearend. Nou, dit als een hele korte invulling van hoe ik dat voor me zie. En dat betekent dat ik voor als antwoord op die vraag van was het een verrader, was het een vrijheidsstrijder, was het een verliezer, was het een winnaar, plichtcentraal onverantwoord, dat ik kom misschien met een wat verrassende typering. Ik zou zeggen dat beide mannen vanuit hun eigen ja, beschavingswereld, belevingswereld, gedaan hebben wat zij dachten dat het goede was. En dat zij daarin ja, beide als tragische helden kunnen worden gekarakteriseerd in een, wat niet anders kan heten dan een historisch drama. En daar, ja, dat is een voorlopige conclusie. Nogmaals, als u daar nog op wilt reageren later, dan ben ik daar gaarne toe bereid. De sessie gaat nu binnenkort afgerond worden. En ik zal het nu hierbij laten. Ik hoop dat u een plezierige dag heeft gehad in het CEOS archief. En dat dit de presentatie toch nog iets heeft kunnen bieden. Wat ik graag live had willen vertellen. En ik dank u ontzettend voor uw aandacht. En nogmaals, wilt u nog via chat reageren? De presentatie blijft nog op de website staan. Dan kan dat. Dank u wel. En een goed weekend.